Meneer Rens, u hebt samen met andere jonge Surinamers het initiatief genomen om een huisartsen-spoedpost op te zetten in het RKZ-ziekenhuis. Ja, dat is correct. En ik neem aan dat het doel is om in feite die toeloop naar SCH een beetje te verminderen en te reguleren. En ook om dat deel van Suriname, het noorden van Paramaribo, in feite te helpen aan kwalitatief gezondheidszorg. Ja. U kent het doel beter, ja. Dus misschien kunt u vanochtend nogmaals aan de kijkers aangeven met welk doel deze spoedpost is opgezet. Ja, nou ja, eigenlijk bedankt dat ik hier mag zijn om dit te verwoorden. Eigenlijk als we kijken naar spoedzorg, dan hebben we het eigenlijk over twee facetten. We hebben de eerste hulp, hebben we huisartsenzorg. En het is doorgaans zo dat huisartsenzorg 24/7 beschikbaar moet zijn. Ja. Omdat dat de basiszorg is. Wat je ziet in Suriname tot voor kort, is dat elke patiënt als hij zich ziek voelt of voelde, dan melden die zich op de eerste hulp. Ja. Maar wat je daar krijgt, is dat je dan een grote batch aan patiënten krijgt. Die eigenlijk, ongeveer 70% van die patiënten hoort daar niet thuis. Klopt. Dus die moeten eigenlijk gewoon normaal bij een huisarts gezien worden. Nou, we weten in Suriname is de huisarts overdag open. Maar voor de avond en in de weekenden is het niet zo goed geregeld. Of was het niet zo goed geregeld. Dat is ook de reden geweest waarom ik samen met mijn team dit heb opgezet. Ja, en hoe lang geleden is deze post opgezet? Ja, het is een voortraject, een traject aan voorgegaan. We zijn 1 mei officieel open gegaan. Ja, dit jaar. Dit jaar, zeg maar. Dus we zijn nu ongeveer bijna 3 maanden open. Maar we hebben eigenlijk een jaar vooraf al wat onderzoek gedaan, een beetje gekeken naar de markt. En in wezen hebben we in 9 maanden dit gepresteerd. Om eigenlijk van niks naar de opening op 1 mei te gaan. Ja, u heeft aangegeven dat niet voor alles hoeft men naar de SCH te gaan. Klopt. Ja. Sommige klachten behoeven gewoon een gesprek met de huisarts. Ja. Heeft u opgemerkt dat het bewustzijn is vergroot binnen die samenleving? Want men is gewend. Mm-hmm. Maar ADHD, maar BD Queens ding, gaat men gelijk naar SCH. Ja. Wat heeft u opgemerkt binnen deze paar maanden? Ja, ik moet zeggen, kijk, in Nederland doe ik hetzelfde, maar dan voor 5 miljoen patiënten ongeveer. En wat je in Suriname merkt, is dat men het niet gewend is om in ieder geval te bellen voordat ze zeg maar, ze zijn niet gewend om zich aan te kondigen. Dus ze komen eigenlijk gewoon. Maar dat is een mentaliteit en die mentaliteit moeten we wel een beetje zien om te slaan. Omdat je aan de ene kant ziet dat als je kwaliteitszorg wil leveren, dan moet je zorg ook structureren. Ja. En als je zorg structureert, dan helpt het niet om met 30 man tegelijk zich aan te melden. Wat we afgelopen weekend hebben gezien, is dat heel veel mensen zich aanmelden op korte tijd. De afgelopen weekenden, zeg maar. Waardoor je eigenlijk een wachttijd krijgt op mijn spoedpost. Van ongeveer 2 uur. Dat is not done. Als iemand 2 uur wacht, dat vind ik geen spoedzorg. Yeah. Maar waar wij naartoe willen werken, is dat u ons eerst belt. Kijk, als u terugkijkt naar de COVID-pandemie, in die tijd kon je als patiënt niet eens naar het ziekenhuis gaan. Je moest altijd eerst bellen. Yeah. Iets wat we noemen triage, dat is telefonische triage, dat is in Nederland niet anders. Yeah. Dat een patiënt eerst belt. En dat je eerst wordt bevraagd door een dokter van wat is er aan de hand. U geeft net aan voor hoofdpijn. Nou, dan wordt u bevraagd van wat voor hoofdpijn is dat nou precies wat u heeft. En op basis van wat u geeft, dus echt, dat zijn echt vragen over uw gezondheid. Op basis daarvan wordt de urgentie gesteld. Dus er worden geen diagnoses gesteld aan de telefoon. Ja. Er wordt eigenlijk alleen maar verteld van oké, ik vind u hartstikke ziek. U moet nu komen. Of erger nog, ik vind u te ziek om te komen. Ik stuur een ambulance uit en dan komen we bij u thuis om u te beoordelen. Ja. Dus dat is het verschil. En ik denk dat we samen, eigenlijk als Surinaams volk, moeten werken aan het feit dat we niet
als patiënt is de tijd van u ook kostbaar. Ja, klopt. Dus u heeft niet zoveel aan om 3 uur, 4 uur te wachten totdat de dokter tijd heeft voor u. En aan de andere kant, die dokter is ook hard bezig achterin met andere patiënten. Dus die rust moet je wel bewaken, zeg maar, op de huisartsenpost. U heeft het verschil al een beetje uitgelegd, maar toch een beetje specifieker. Hoe gaan jullie het verschil uitmaken tussen AZP en RKZ? U heeft aangegeven, de mensen moeten eerst bellen. Ja. Weet je wel, maar je hebt sommige mensen, ze hebben die tijd niet. Ja. Weet je wel, ze zitten al een paar uurtjes met een klacht. Ja. En ze willen gelijk geholpen worden. Ja. Toch? Dus een, hoe gaan jullie het verschil uitmaken? Nou ja, wat kijk, heeft aangegeven, kwaliteitszorg wil deze spoedpas bieden. Ja. Hoe gaan jullie het verschil uitmaken? Nou, kijk, in principe, je moet het zien als een traject. Ik ga er in ieder geval uit dat ik morgen of over een maand fysiek of specifiek heb veranderd, zeg maar. Het is een traject van ongeveer 1 jaar tot 2 jaar. Zodat mensen zien van, hey, het werkt wel. Als ik eerst even bel, ik kan gewoon rustig thuis wachten. Ja. En ik kan straks naar de spoedpost gaan en ik word op de tijd gezien waarbij ik een afspraak heb. Ja, dus dat is nummer 1. Een belangrijk ander aspect is, wanneer u belt naar zo'n spoedpost toe en dat u wordt beoordeeld, wij weten vanzelf welke specialismen we in huis hebben. Okay. Dus stelt u voor, u komt bij mij met een cardiaal probleem. U heeft niet gebeld. Nou, we kunnen u stabiliseren, we kunnen ECG maken, maar we hebben geen cardioloog in huis. Ja. Dus dat betekent dat ik u toch moet laten uitwijken naar het AZ. Ja. Maar als ik aan de telefoon al weet van, hey, dit is een cardiaal probleem, misschien is het al een paar dagen geldend, dan kan ik dan al zeggen van, okay, u kunt het beste bij het AZ aanmelden. Ja. Ja? En mooier nog, ik kan ook het AZ voor u bellen om te zeggen van, hey, er komt zo meteen een patiënt. We vermoeden wel een cardiaal probleem. Ja. Wees u daar alert voor. Oké, dus die samenwerking is er wel met ja. Ja, we werken samen met het AZP. We sturen heel veel mensen natuurlijk in naar het AZP. En ik hoor wel, want ja, mijn artsen die werken over en weer, van dat de geluiden wel positief zijn. En dat ze ook merken dat de druk ook daar wat afneemt. Ja. Dus wat je ook ziet is dat de minder erge gevallen ook door het AZP worden doorgezonden naar ons toe. Om die dan te beoordelen. Oké. Met welke specifieke gevallen kan men zich aanmelden bij RKZ Spoedpost? Nou ja, kijk, het is niet te zeggen welke specifieke gevallen. Onze artsen zijn op alles voorbereid. Oké. Ja, kijk, maar het is net als hoe ik net aangeef. Stel je voor, u komt nu binnen en u heeft pijn op de borst. Als patiënt weet je misschien, niet dat het cardiaal is. Nou, dan gaan we daarnaar kijken. Ja. En aan de hand daarvan gaan we u doorsturen. Dus ja. We kunnen eigenlijk alles zien. Hè, maar we zijn geen eerste hulp. Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld geen CT maken achterin of iets dergelijks. Ja. Om te zien als u een bloeding heeft in uw brein. Daarvoor moet u toch naar het AZP gaan. Ja. Dus in principe is huisartszorg sowieso doorgaans dat je alles ziet. En eigenlijk filter je eigenlijk alles wat binnenkomt voor de specialist. En wat nodig is, dat stuur je door. En wat niet nodig is, dat gaat naar huis met medicatie en follow-up voor de eigen dokter de volgende dag. Ja, hoeveel gesprekken kan de spoedpost tegelijkertijd behandelen, want ik heb begrepen er is dat niet maar 1 lijn en ja. Daarvoor moet men betalen. Dus er, ja. Ja, het is de techniek heb ik niet echt mee in Suriname nog niet. We zijn er wel druk mee. Doorgaans kunnen wij 10 lijnen tegelijk krijgen. Dat is normaal voor een spoedpost. In wezen in Nederland, als je dus 400.000 inwoners hebt, dan heb je ook gewoon 3 lijnen. Op datzelfde nummer? Ja, in principe wel, zeg maar. Okay. Dus als je 1-1-2-4 belt, dan kom je eigenlijk in een wachtrij te staan. Mm. En dan kunnen gewoon 10 mensen tegelijk in die wachtrij staan. Oh, dat is ook een verkort nummer? 1-2-4 is het verkort nummer. 1-2-4. Ja. Oké. Ja. En gelijk 10 cliënten kunnen jullie tegelijk. Die kunnen bellen en ja. Die blijven gewoon in de wachtrij staan. En dat zien wij gewoon op ons scherm, dat er mensen wachten. En dan worden die opgepikt en dan worden die getrieerd of ja. Ja, beoordeeld. Werken jullie ook WhatsApp bellen in nee. Te stellen? Zodat, want misschien is men op straat ja. En men heeft internet en men ja. Wil gelijk bellen. Ja, bestaat die mogelijkheid? Ik snap die gedachte, alleen als het gaat om kwaliteit niet. Ons systeem neemt alles op. Okay. Dus zo gauw u belt, wordt het gesprek opgenomen. Het heeft te maken met kwaliteitsdoeleinden.
En dus als u belt en u zegt van, ja, u heeft een klacht, dan wordt u op basis daarvan beoordeeld. En alles wordt opgenomen en opgeslagen voor 5 jaar. Ja. He, dus als ik met WhatsApp ga bellen, dat is niet veilig, sowieso niet. En ja, je hebt die kwaliteit niet dat je iets kan terugluisteren. Ja. Ja. En heeft u al feedback gekregen vanuit de samenleving? Ja. Wat zou volgens hun verbeterd moeten worden? Ja, nou ja, kijk, we krijgen relatief veel positieve berichten, gelukkig. We zijn echt goed ontvangen. Er zijn natuurlijk wel wat hiccups, als het bijvoorbeeld gaat om het nummer 124. Telesur had een storing een paar weken geleden en die zijn nog steeds bezig met die storing verhelpen kennelijk. Waardoor ons nummer niet bereikbaar is. Dat vinden wij heel lastig, vind ik heel vervelend. Ja. Dus een van de punten van mijn bedrijf is natuurlijk dat wij die spoedzorg bereikbaar willen maken. Nou, als je telefoonnummer het niet doet, dan steekt dat natuurlijk met elkaar. Ja. Dus dat is een van de belangrijkste hiccups die we eigenlijk nu zo snel mogelijk proberen te verhelpen. En over de kosten discussieert men niet? Ja. Kijk, ik moet wel benadrukken, en misschien dat ik een beetje uitwijk. Een dokter in Suriname, die worden een beetje onderbetaald. Ja. Dat is feitelijk zo. Een consult, daar moet gewoon voor betaald worden. En wat je dus merkt is dat heel veel mensen dus ook niet verzekerd zijn. Ja. Die moeten ook betalen. En dat spuitje die we in u zetten, de medicatie die we in u zetten, dat moet ook, dat komt ook ergens vandaan. Ja. Dus dat moet ook betaald worden. Wat je aan de andere kant ook ziet is dat je ook weinig vergoed krijgt voor eigenlijk als je echt goede zorg wilt leveren en wilt geven aan de patiënt, dan vind ik dat de bedragen die je dan van de verzekeraar krijgt, dat ze niet eens toereikend zijn. Mm-hmm. En dus daar ligt het aan. Dus je moet hoe dan ook ergens het geld vandaan halen. Ja. En het is vaak ook zo, het is helaas zo dat de patiënt daarvoor moet betalen. Ja. En krijg je meer vergoed van de verzekeraar en ook sneller vergoed van de verzekeraar, dan hoeft de patiënt ook minder te betalen. Jawel. En dus dat is wel een belangrijk punt. Dus jullie hanteren marktconforme prijzen? Ja, in principe zijn het gewoon marktconforme prijzen die we hanteren. Het zijn geen Europese tarieven in de hoedanigheid. Maar ja, het is wel, het moet wel betaald worden. De dokteren moeten ook betaald worden. Het hele systeem die daar zit en draait, dus de hele organisatie die moet betaald worden. Ja, binnen deze korte periode, hoeveel cliënten hebben jullie al behandeld? Ja, ik wist dat die vraag zou komen. Ja. Ik heb het nog nagezocht. Ik zit nu op 2.500 patiënten. Wauw. Sinds mei. Ja. En dat is best goed. Als je het zo bekijkt. Ja, dus die belangstelling is groot. Die belangstelling is groot. En die behoefte. Die behoefte is zeker groot. En we willen natuurlijk, kijk, het is naïef om te denken dat je 100% tevredenheid kan krijgen. Ik streef daar, weet je, je zal nooit iedereen tevreden hebben. Je moet er wel naar streven om iedereen tevreden te hebben als het gaat om zorg. Dus je moet altijd wel je best doen. Maar er zullen altijd wel mensen zijn die dan niet, het niet zo leuk vinden of iets dergelijks. En dus we hebben 2.500 patiënten gezien. Ik heb 4 klachten mogen ontvangen. En die heb ik ook allemaal besproken. En dat is zeg maar, als je kijkt naar de cijfers van ons. Ja, dus men heeft echt toch geloofd aan die spoedpost. Want ja. Je zou aannemen dat men toch richting AZ zou gaan. Ja. Maar dat men toch die spoedpost bezoekt, ja. Ziet, merk ik op dat het vertrouwen voor wat betreft die dienstverlening is. Wat gaan jullie voor de komende periode verbeteren, zodat de cliënten zich beter thuis voelen en toch die spoedpost bezoeken? Ja, kijk, wat je doet initieel is dat je in de eerste maanden gewoon kijkt naar wat komt er binnen. Nou, dat weten we nu al een beetje. Er komen veel astmapatiënten binnen op de spoedpost. We zien ook relatief veel interne patiënten en cardiale patiënten zien we ook best wel veel. Wat we gaan verbeteren in de komende tijd is, ik heb nu gekeken naar de drukte van de afgelopen maand. Mm-hmm. Van wanneer zijn de pieken? Nou kan ik vertellen, gisteravond was het ook gewoon druk, gewoon door de week. Dat vind ik heel raar. Ja. Maar ja, dat is spoedzorg. Je weet nooit wanneer het druk is, wanneer het rustig is.
in de komende tijd, in het weekend, zetten we dus extra doktoren erbij. Om ook die druk op te vangen in het weekend. Ja, want nogmaals, wachten op de spoedzorg is eigenlijk not done. U wacht alleen als ik van mening ben dat er achterin een reanimatie is. Of achterin een superzieke patiënt is. Die we eigenlijk met z'n allen aan het stabiliseren zijn. Ja. Anders is het niet nodig om te wachten. En dat is ook de reden waarom ik vraag aan de patiënt. Van, neem even de tijd of de moeite om thuis te zitten. Om even te bellen van oké, ik heb dit. Wat vinden jullie ervan? En dan kunt u komen. Maar u komt wel op een tijd waarbij we zeggen, oké, dan en dan is het rustig. Dus zo we plannen u daar. En dan heb je gewoon een afspraak. Maar heeft u genoeg personeel binnen? Jazeker. Okay. Ja, daar heb ik geen last van.